De zware regens van gistermiddag waren voorspeld, zegt minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken. Vandaag, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, stelde de bewindsman dat het wel bijzonder veel heeft geregend bij het kijken naar de metingen van de weerkundigen. Maar het heeft inderdaad veel geregend. Kijk, als we zeggen veel regen, je weet zelf niet hoeveel. Dus het heeft meer dan 100 mm geregend, dat is te veel. En vandaar die zware wateroverlast in veel gebieden. En een tweede ding is dat onderhoud niet optimaal is. Dat gaan we eerlijk zeggen. Met het weinig budget onderhouden we de minimale zaken. Derde oorzaak, laat me dat ook zeggen, van gisteravond is inderdaad, heeft de hele dag geregend. En pas na 9 uur 's avonds konden we spuien. En zometeen pas ongeveer na 12 uur, 2 uur, kan er weer gespuit worden. De bewindsman geeft verder aan dat het te merken zal zijn dat het water sneller zal wegtrekken als de sluizen later open zijn. De vloeistanden hebben volgens hem veel invloed op de afvoer van het water. De komende dagen zal het normaliseren. Je weet, mei, juni zijn de maanden met de zwaarste regen. Wij gaan door met het rehabilitatieprogramma. We moeten die hoop niet opgeven. Voor december moeten onscheduled de eerste pomgemalen worden opgeleverd. De grootste wateroverlast, in de districten is alles onder controle. Ik heb de meeste klachten van Paramaribo en Wanica gehad. En het zwaarste gebied dat getroffen is, zijn vooral de laagliggende gebieden, bijvoorbeeld Paramaribo Noord. De minister geeft aan dat de meeste afvoersystemen in Paramaribo Noord niet goed werken. Voor december zal er een oplossing zijn voor het wateroverlastprobleem, beloofde minister.